Yo, ik ben Giel. Thomas, Stefan. En in deze miniserie gaan wij de komende dagen op 4 kinderen passen. Hey! Hey, papa Giel. Hey, papa hey, Stefan. Hey, gezellig. Papa. We hebben heel vaak de opdracht binnengekregen om nog een keer vader of moeder voor een dag te zijn. Dat klopt, en dat willen we niet. Nee, dus hoe leuk zou het zijn als wij een midweek lang op 4 kinderen gaan passen? Yeah! Logan, niet zo snel rennen! Wat? Adem in, adem uit en door. Oh, dit gaat zo zwaar worden. Ja, heel leuk. Heel leuk, mooi. Dus wie van ons is de beste vader? En nu ga jij natuurlijk ook vertellen dat je kinderen hebt gevonden. Ja, we hebben zojuist dus 2 gezinnen gevonden waarvan wij de kinderen mee mogen nemen. Die ouders gaan lekker chillen. En wij gaan met z'n drieën, met 4 kinderen, naar een vakantiepark. Gaan we naar een vakantiepark? Ja, we gaan naar een vakantiepark. Nog meer kinderen. Oh nee. Gaan we de kinderen ophalen? Ja, we gaan nu de kinderen ophalen. Kom. Ik ben sprakeloos. We gaan kind nummer 1 ophalen. Ik denk dat het een slecht idee is wat we gaan doen. Gelukkig ken ik kind nummer 1 zelf. Maar dit is ook wel meteen de jongste van het stel. Ik denk dat het ook een heel slecht idee is. Ik denk dat wij helemaal niet in staat zijn om een midweek op 4 kinderen te passen houden. Het vind ik een beetje raar toch? Om nu bij de ouders langs te gaan en te zeggen... Goh, we nemen je kind de komende dagen mee. Kijk, hij doet dat gewoon open. Hallo. Dag vriend. Hoe is het? Oh, hoe is het? Oh, je bril meteen. Mijn bril. Ja. Kijk, zal ik jou eens even voorstellen aan hun? Ja. Dit is Thomas. Ja. Geef me een handje. Jij bent? Logan. Hoi Logan, ik ben Stefan. En wat vind je leuk om te doen? Zwemmen. Mooi, dit vind ik moet zwemmen. Mijn god. Ja? Oké, okay, laten we je spullen gaan inpakken. Oké, dan kunnen we gaan. Ja, oh, daar gaat hij. Oh, Toham. Je zoon gaat er vandoor. Hallo. Nee. Stefan. Dus jongen, gezellig. Hey, weten jullie het zeker? Ja. Moeten we nog tips? Is hij allergisch? Heeft hij nog iets nodig? Pilletjes, drinkjes? Lust hij alles? We hebben gezegd dat hij moet luisteren, dus ik denk dat ik het niet ga doen. Toch? Is hij ook al zindelijk en poep en plast allemaal? Ja, ben jij zindelijk? Niet in bed plassen en zo? Nee. Nee, hè? Ga ik goed luisteren naar de jongens? Ja, goed joh. Hey, veel plezier? Ja. Lief zijn, hè? Ja. Welke auto wil je, deze of die daarachter? Met die mooie auto of die lelijke auto? Nee. Ja, oké. Okay. Hij heeft wel verstand. Verkeerde keuze, maat. Hup. Is hij druk? Ja. Ja. Dat wordt wel leuk. Ja. Oké, luidjes, dankjewel. We gaan ons best doen. Wat zeg je? Ik ging toen naar jullie, toen kreeg ik al traantjes in mijn ogen. Echt waar, had je toen traantjes? Ja. Traantjes van geluk? Ja. Living the dream. Huh? Is 1 niet genoeg? Luister, we gaan dus nog 3 ophalen. Ja, ik ben helemaal gestoord, zijn jullie. We zijn onderweg naar de volgende kinderen. Logan is al vrij druk. Je bent wel druk, hè? Ja. Ja, hij is wel druk. Logan is ook de jongste. Maar Logan heeft er wel zin in, hè? Ja. Tik hem aan, houden. Waar zijn we überhaupt? Schaik. Wat? Schaik. Ja, ik ben benieuwd of Giel nu al gaat bij Giel. Voor alle kinderen. Ik wil eigenlijk voor altijd een chocoladekalender. Ja. Ik heb 2 lievelingskleuren. Hoe oud denk je dat ik ben, Logan? 40. Hey, pannenkoeken maken. En we leggen naar het vogeltje. Maar niet iedereen mag dat. Kom, we gaan de kinderen ophalen. Leuk! Wat een ellende. Wat een moemak. Ja, het is best wel intens, want hij heeft gewoon de hele rit hier naartoe heeft gewoon lopen kleppen. Ik word nu al moe van dat kind. We krijgen er nog 3 bij. Oh nee, ja. Wat Giel vindt, dat je auto lelijk is. Nee, dat heb ik helemaal niet gezegd. Ja, dit is de mooie auto, toch? Ja. Die van Thomas is niet mooi, zeg maar. Nee. Bij jou zit je te liegen. Oh. Oké, we zijn dus nu aangekomen bij het andere gezin. Ja. We gaan nog 3 meisjes ophalen. 3 meisjes? Ja, het zijn 3 meisjes. Het zijn 3 zusjes, ja. Maat. Ja. Hoi. Hoi Stefan, hoi Hanna. Hoi Hanna, ik ben Giel. Wies. Hoi. Hoi Thomas. Stefan, hallo.
Hoi. Hoe heet jij? Hallo. Wies? Dus we mogen jullie kinderen meenemen. Ja, dat mag. Wel terugbrengt. Ja, natuurlijk. Nou, dat weet ik wel zeker. Nee. Hoe oud zijn jullie eigenlijk? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ik ben 9. Jij bent 9? 11. 11? Hoe oud ben jij? 5. Oh, je bent net zo oud als Logan. En denk je dat je bijna een beetje goede vaders zijn? Kijk, ze beginnen al te lachen. Dus. Dit wordt echt niks. Dit... Goed antwoord. Nou, laten we gaan. Moeten we even jullie spullen pakken? Nog hebben jullie een tas mee? Ja, dat doen de vaders ook altijd. Ja, nou, daar loop ik wel even mee. Dus moeten wij nog bepaalde dingen weten? Allergieën, medicijnen, drukjes? Ja. Wies, vertel even, waar moet jij? Oogdruppels. Waarom? Oogdruppels? Oordruppels, want ze heeft oogontsteking. Oordruppels, oké. Okay. Oh, wacht, dat ga ik even noteren. Ja. Schrijf jij dit even op? We moeten 3 keer per dag. Ja? 3 oordruppels. Ja. Bij elk oor? Wies, jij weet zeker welk oor, hè? Bij Wies? Misschien kan je Wies nog wel even laten plassen, s'nachts. Schrijf het ook even op. Even, ja. Als wij naar bed gaan, laat Wies nog even een plasje doen. Wies moet nog even plassen. Ik ga opschrijven. Jongens, dit wordt echt een chaos. Ja, maar ze zijn nu nog een beetje verlegen. Jullie zijn nog best wel rustig. Maar ik denk dat ze zo niet tegen. En dat huis is, oh, ik ga daar. Dan zijn ze allemaal kwijt. Ik ben ze nu al kwijt. Ja. Oh my god. Ja, oké, dat is jouw dag. Ja. Rustig. Niet hard rennen, kijk uit voor de weg. Ga jij beginnen de auto? Gaan jullie twee met ons mee? Ja. Ja? Dag meiden, veel plezier. Maakt het een beetje moeilijk, hè? Even zwaaien. Doei. Maakt het moeilijk? Nee. Gaan we lekker vakantie vieren. Kun je het goed vinden, Ies, met je zusjes? Soms niet. Soms niet? Met Hannah niet. Soms met Hannah niet. Hoe komt dat? Oh. En worden jullie ouders wel eens boos? Ja. Waarover dan? Als jullie niet luisteren? Ja. Ja? Soms zijn ze ook boos als ze met ruzie hebben. Nou, hebben jullie al ruzie met elkaar? Soms. Waarover dan? Heel vaak. Ja. Heel vaak? Ah. Heel vaak. Het zijn 3 zusjes, ja, dan heb je dat wel. Ik moet even zeggen, ik moet even inkomen. Het is redelijk veel indrukken en heel veel alles om me heen. Maar tot nu toe gaat het goed. Even kijken, waar moeten we naar binnen? Ja. Nou, kom maar kijken. Ja, nu deur dicht en kaart wegrijden. We kunnen nu nog gaan, hè? Kom. Nee, kunnen we niet maken. Nee, kunnen we niet maken. Weet je, je moet het gewoon zien als vakantie. Met 4 kinderen erbij. Wat mooi, hè? Oh, yo! Kijk hoe groot die tuin is, joh. Ga maar lekker spelen. Gaan wij alles even inpakken. We hebben ook een barbecue, hè? Fuck it, chill. Vind je barbecue lekker? Ja. Is het een mooi huis? Ja. Ja? Daar zit een bioscoop. Ja, daar zit een bioscoop, hè? Ja, dit is wel een leuke bioscoop, hoor. Toch? Gaan we enge films kijken? Nee! Geen bier? Wacht eens even, jongens. Wat is het? We missen de mail even. We missen er een. Moet je Logan zoeken? Waar is Logan? Logan! Hoe kan dat nou? Ik dacht dat we ze alle 4 bij ons hadden. Nee, we missen er één. Hé, hey, Logan! Hier, Logan zit te verstoppen. Kijk dan hier. Vuile rat! Hé, hey, maar jongens. Maar, hoe gaan we dit 4 dagen volhouden? We zijn ze nu alweer kwijt. Ze rennen gewoon helemaal door het huis heen. We worden er helemaal gek van. Plan van aanpak. We hebben nu het huis. We hebben de kamers zijn verdeeld. De bedden moeten nog opgemaakt worden. Ja, bedden opmaken. Ik weet niet hoe kinderen kunnen dat. Hebben we daar niemand voor dan? Nee, dit moeten we zelf doen, Pik. Vervolgens, moet er iemand boodschappen doen? Ja, ik ga wel boodschappen doen. Ik ga mee boodschappen doen. Ik ga hier blijven. Ja, maar er is hier ook een speeltuin in de buurt. Misschien kan jij die een beetje gaan bekijken. Kunnen ze naar de speeltuin? Vinden dat leuk? Nemen jullie ook even een paar kinderen mee? Ja, wij nemen de helft. Nemen jullie de helft? Ja, en neem jij de andere helft. Oh, dit gaat zo zwaar worden. Houden jullie ook een beetje gezond en zo? Een eieren, ontbijt, boterham? Ja, we gaan grote familieboodschappen doen. Voor familie stuk, hè? Van nu even aan zijn we familie stuk, toch? Ja! Op vakantie! Ja. Ja. Thomas en Stefan zijn momenteel boodschappen aan het doen. Ik hoop dat ze een beetje lekker eten meenemen. En dan ga ik ondertussen met de kinderen even de bedden opdoen en een spelletje spelen.
dan gaan we dan. Bloemetjes. Kom maar, je pakt wel het duurste, schat. Bloemetjes. Oh, niet dat, schat. Kijk uit voor andere mensen. Ja. Kijk, dan pak je dat kussen daar. Ligt daar een kussen. Ik ben altijd om 7 uur wakker. Wat? Ja. Waar is Wies? Zo is het mijn schuld. Ja, liep ook weg. Wies! Voor die kleine zakjes hebben. Hier is wel lekker hoor. Wacht, ik heb het echt. Gaat het nog steeds? Ja, ja. Super, gaat goed. Ga gezellig naar de speeltuin met de kinderen. Zullen we een wedstrijdje doen, Logan? Waar? Wie het langst stil is. Hey, dit is ie! Kijk. Logan, dit zijn echt hele dure villa's. Het is goed. Ja! Ah. Gaat je passen me achterin? Ik had een gekje van het bier. Weet jij goed door het bier? Goed zo. Hallo bierflesjes. Nou goed, de hele auto zit vol. Boodschappen zijn gedaan. We zijn er klaar voor. Terug naar het huis. Ik ben benieuwd of Giel nog leeft. Ik luister niet. Oké, okay, dan luister ik ook niet meer naar jou. Grapje. Logan! Heet je naastje? Hallo! Logan! Logan is verdwenen. Nee, ik denk dat hij daar is. Ik ben hier. Logan is onzichtbaar geworden. Grapje. Heeft iemand Logan gezien en gehoord? Hé, hey, Logan! Daar ben je! Ik was net naast je aan het zitten. Zat je net naast mij? Nee, dat is niet waar. Goed, de jongens zijn nu terug in het huis. Ze hebben als het goed is boodschappen gehaald. Giel. En dan kunnen we gaan koken. Er zijn kussen. Mooie kussen. Hij is bouw. Hij is stom. Hey, Tobias. Hey, hallo. Zie je mij wel op dat schermpje? Ja, hij loopt ook. Dan kan je goed filmen. Ja. Ik weet wie er later een cameravrouw gaat worden. Dat ben jij, hè? Nee. Huh? Oh schat, wat heb je gedaan? Oh, Thomas, heb jij een doekje gedaan? Oh, nee! Tal, die staat op nog water om, lul. Oh, dat water, oh nee. Ja. Ik weet het niet. Heb je dat ook weer meegemaakt? Oh jongens, we zijn pas een paar uur bezig. Deze kids hebben nog zoveel energie en ik ben nu al kapot. We moeten nog 4 dagen. Ik ben verwikkeld in een heftig potje pingpong. Om iedereen even bezig te houden. Toon gaat het bankje voorbereiden. Dan gaan we daarna met z'n allen lekker eten. Welkom bij de Thomas Kookshow. Ik stuur even wat rooksignalen de andere kant op. Ik probeer nu help te maken. Help, ik wil hier weg. Oh, jij bent zo mogol. Oh, kut, sorry. Die neem ik wel. Oh, je mag niet schelden. Jongens, ik heb hamburgers. Ja. Kijk eens, satésaus. Oh, lekker. Oh, lekkere satésaus. Die krijgen jullie niet. Next, alsjeblieft. Moet ik hem voor je openmaken? Lek. Ja, je moet hem even goed. En willen jullie dan afsluiten met de film? Ja. Nee, ik ga zo. We sluiten de dag af met een leuke film. Goed zo. Thomas. Oké,
Oké, Steve. Aan aflevering 1 komt ook een eind. Ja. En dat betekent dat we de kinderen naar bed gaan brengen. Ja. Ik ben redelijk gesloopt. Ik ben ook redelijk gesloopt. Ik dacht dat het voor mij ook bedtijd was, maar dat is nog niet zo. Zoals elke dag loopt Tip de Muis aan mama's poot naar school. Ik, roepen Tip en Didi in koor. Ze rennen naar de juf om haar te helpen. Rustig, om geen één druppel te morsen. Kijk, zie je, Giel valt al langzaam in slaap. Twee druppeltjes. En dan komt de laatste. Nou, wie is lekker slapen? Ja. Ja? Ga je lekker dromen? Doei. Wilt rusten? Tot morgen. Nou, dat was mijn dag, jongens. He? Dat kan je wel zeggen, ja. Dag 1 zit erop. Ja. Nou ja, weet je, jongens, en het klinkt misschien gewoon heel gek. Mensen die dit kijken zullen denken, ja, je bent toch niet na 1 dag moe? Kom op, man. Ik ben kapot. Ja. We moeten nog 3 dagen. Goed, ik ben benieuwd wie de allerbeste vader is. Kom maar op met die punten. We hebben een rapportje van Giel. Wat is Giel niet goed? Schelden. Hier, Logan zit te verstoppen. Kijk dan hier. Vuile rap. En wat heeft hij allemaal goed gedaan? bijna alles. Bijna alles. Oké, dan zullen we toch een 7 doen, want het is ook de eerste dag. 7,5. Ja? Jij bevakt het van Thomas. Ja, ik vond hem wel goed. Ik heb hem niet zoveel gezien, maar hij is wel goed gekookt. Vond je leuk met boodschappen? Nee. Heb je ook nog iets anders met hem gedaan? Nee. Hij kon iets beter doen. Wat? Hij kan gewoon beter praten. Ben je ermee eens dat we een 8 hebben? Of misschien een 9. Nee, dat is een beetje te hoog. Oké, dan 8. Zo, een 8 voor Thomas. Ik heb nu een bordje van Stefan. En wat vond jij leuk aan Stefan? Pingpong en voetballen. En jij, Lies? Pingpong en boodschappen. En jij? Ik vond het leuk dat hij met me ging pingpongen en dat hij lief was. En Logan, heb jij iets wat beter kan aan Stefan? Een beetje beter praten. Meer praten. En... Zullen we dan gewoon dat Stefan en Giel gelijk staan? Ja. Ja, maar dan heeft Thomas gewonnen. 7,5. Vandaar heeft Thomas gewonnen. En Giel en Stefan staan nu gelijk. Nou, ik weet nu dat ik voorlopig geen kinderen wil. Dat weet je nu al? Dat weet ik nu al. Nou, vriend, dan wacht de volgende aflevering maar af, want het wordt nog erger. Oh, je hebt in de poep gestaan. Nee. Oh, kom. Wat doet die ouwe?